met parlementariër Deo Sharman, tevens arts in het dagelijks leven, spraken wij over de overheveling van de BZV-kaart vanuit volksgezondheid naar Zosavo. Als arts, als parlementariër, hoe kijkt hij hier tegenaan? Hoe ziet hij deze set? Is het wel een goede beslissing welke is genomen vanuit de regering? Ook vroegen wij hem om een update te geven ten aanzien van mazelen, waar grote delen van de wereld zich nu toch wel om zorgen om maken, omdat er een grote uitbraak heeft plaatsgehad. We voeren nu naar het vraaggesprek met parlementariër, tevens arts, Deo Sharman. Dit vraaggesprek doen we meer als een update, want de laatste keer dat we met u hadden gesproken was ook over mazelen, waar die in feite de wereld, of de grote delen van de wereld, zich op voorbereiden dat ze geen grotere uitbraak krijgen. Is Suriname er nog steeds gevrijwaard van? Kijk, zoals de gegevens er altijd hebben bestaan, zijn we in principe mazelenvrij al een aantal jaren. Natuurlijk, als de regio aangeeft dat er in de regio, in deze Amerika en andere ook Europese landen, et cetera, aangeeft dat er daar een kleine outbreak is en je hebt mensen verkeerd, dan moet je daarop alert zijn. Nu begrijp ik dat het ministerie van Volksgezondheid ook een mazelenalert heeft doen uitgaan naar de samenleving en de gezondheidswerkers. En ik meen dat er 2 suspecte gevallen moeten zijn geregistreerd. Ik ben natuurlijk gaan natrekken en nazoeken hoe dat ermee zit. En de informatie die ik heb is het eigenlijk dat het niet eens om suspecte gevallen gaat. Het gaat inderdaad om 2 gevallen met rash. 1 met koorts en 1 zonder koorts. Maar dat eigenlijk deze beide gevallen niet voldoen aan de case definitie. Dus niet voldoen aan de definitie om ze te kwalificeren als suspect. Als vermoedelijk, begrijp je wel. Dus mijn laatste informatie is dat er in principe hier nog geen gevallen zich hebben voorgedaan van mazeleninfectie. Natuurlijk moeten we altijd alert blijven, want je weet, ons ontdekkingspercentage zit rond de 80, misschien 85%. Dat we zeggen dat niet alle kinderen volledig gevaccineerd zijn. En dat geeft natuurlijk altijd een klein stukje ongerustheid in de zorg, in de preventieve zorg. En daarop moet ook bedacht zijn. Wat ik zeker met u wil delen, dat we in dit kader misschien de risicogroepen, weet je wel, zouden extra moeten vaccineren met PMR. Ik meen, ondanks het tekort aan vaccin op dit moment, het tekort dat zich nu voordoet is een tekort aan pentavalent vaccin. Dat is iets anders dan wat er bij mazelen nodig is. Voor mazelen is BMR nodig. En dat is er wel in voldoende mate voor de reguliere vaccinaties. Maar als je dus landelijk een extra activiteit zou willen ontplooien om bijvoorbeeld een bepaalde groep aan mensen of kinderen te vaccineren, gezondheidswerkers, mensen die op de verschillende havens et cetera werken, om ze allemaal te vaccineren, dat het voorraad waarschijnlijk niet toereikend zal zijn. Maar laat het ook geen ongerustheid zijn. Vooralsnog zijn er geen gevallen geregistreerd. Dus kunnen we een beetje met rust ademhalen. Maar we blijven alert. Maar is dat positief te noemen, dat stukje voortvarendheid vanuit het ministerie? Laat me zeggen dat het een plicht is van het ministerie om inderdaad alle voorzorgsmaatregelen te treffen die er getroffen zou kunnen worden. Of het nou alert gaat of speciale instructies naar risicogroepen en speciale werkers, et cetera. Dat moet allemaal gedaan worden. We moeten blij zijn dat we inderdaad geen import van gevallen hebben gehad. En laten hopen dat we het ook niet gaan krijgen. Het is een verantwoordelijkheid van het ministerie in zijn algemeenheid. En natuurlijk, BOG is de werkarm die daar dat moet exerceren. En ik denk dat op dit moment dat allemaal vlot verloopt. We horen in die gemeenschap, dokter Sharman, dat er nu toch te constateren is een toename of een lichte toename van griepgevallen. Ja, kijk, met de wisseling van het weer zien we altijd wat extra griepgevallen. Omdat sommige griepvirussen die een beetje in een soort slaap zijn geraakt door de wisseling van de weersomstandigheden weer tot leven komen. Dat is niet ongebruikelijk. We kennen dat. Of het nou deze periode is of rond december of wanneer dan ook. In sommige periodes van het jaar zien we iets meer griepgevallen. Maar dat is geen reden voor ongerustheid. En we mochten net luisteren naar DNA-lid Joan Wilson uit het district Koroni, ja, die toch een beeld schept dat een beetje zorgwekkend is wanneer ze het heeft over dat stukje gezondheidszorg in dat district.
Ja, kijk, Coronie is een relatief klein district met een kleine populatie. En sommige faciliteiten, daar heb je natuurlijk maar één van, zoals ze dat ook heeft aangegeven. Er is maar één apotheek. En natuurlijk moet je als overheid ervoor zorgen dat de apotheek voldoende voorzien is. Want de mensen hebben niet de gelegenheid om even om de bocht weer te gaan om naar een andere apotheek te gaan, begrijpt u wel? En dat is natuurlijk dan lastig. En zeker mensen die op chronische medicatie zitten, bloeddruk, suiker en al dat soort zaken. Voor hun is het bijzonder lastig als ze geen medicijnen hebben en dat hun gezondheidssituatie dan ontregelt. Hè. Wat Paramaribo betreft hebben we nog altijd opties om naar andere apotheken te gaan. Dus die ongerustheid die ze heeft uitgesproken is reëel. En dat is natuurlijk moeten we als overheid, het staatsziekenfonds heeft ze ook aangegeven, er zijn veel SZF-verzekerden. Het SZF moet in deze inkomen, het zijn haar verzekerden. Die mensen betalen premie aan het staatsziekenfonds. Begrijpt u wel? Het staatsziekenfonds moet ervoor zorgen dat medicijnen van welke aard dan ook in voldoende mate voorradig moeten zijn. Ja. Wat we ook hebben zien gebeuren, heer Charman, is dat nu de BASO-kaarten weer vanuit Volksgezondheid gaat naar het ministerie van Sociale Zaken. Hoe ziet u deze stap? Laat me zeggen dat die BZV-kaarten eigenlijk altijd een verantwoordelijkheid is geweest van het ministerie van Sociale Zaken. Die BASO die lag bij Binnenlandse Zaken, dat was voor 016, 60+. Dat is overgeheveld aan SZF. Maar deze groep die was inderdaad bij Sociale Zaken. En er is een werkrelatie tussen Sociale Zaken en het Staatsziekenfonds. Dat Sociale Zaken zeg maar, de screening en de selectie zou doen. En via een digitaal portaal zou dan het Staatsziekenfonds de kaarten verstrekken. Op een bepaald moment, ik meen dat het in oktober 2018 was, is die werkwijze terzijde gelegd en heeft men het staatsziekenfonds zeg maar de verantwoordelijkheid van alles gegeven. En toen kwam er geen selectie, et cetera, en iedereen kon een kaart gaan halen. En waardoor SZF belast was, als het ware, met en de beoordeling en screening en de verstrekking. Nu, de nieuwe minister heeft aangegeven van nee, sociale zorg is de kerntaak van het ministerie van Sociale Zaken. Ik wil die taak terugnemen en terecht overigens. En die heeft gezegd van ik neem dat stukje zorg weer terug voor het ministerie. En zij gaan, zoals de procedures dat aangeven natuurlijk, weer de screening et cetera moeten doen. Ik hoop dat dat op die manier plaatsvindt. Nu weet ik ook, we zitten natuurlijk aan de vooravond van de verkiezingen. En dat waarschijnlijk ook daar een beetje gestunt zal worden met de sociale zakenkaarten, met de SZF-kaarten om het zo te noemen. Om, nu weet ik niet als ze zelf om de kaarten zullen verstrekken. Of het als van oudsher was van dat zij de selecties doen en SZF blijft verstrekken. Dat weet ik even niet. Naar mijn informatie is dat juist ze zelf nu de kaarten ook gaan verstrekken. Dus eigenlijk is het een stukje taakstelling die bij SZF was, die heeft sociale zaken met zich meegenomen. Ik zal natuurlijk ook vragen of dat inderdaad zo is. Dat is natuurlijk een taakstelling die niet hoort bij sociale zaken, maar wel bij het staatsziekenfonds immers. Die is de verzekeraar, die in de premies en die weet aan wie een verzekeringskaart moet verstrekken. Dus, maar u begrijpt wel, sociale zaken heeft een breder netwerk. In alle uithoeken van het land hebben ze een kantoor. En zullen ze vermoedelijk via allerlei wijkkantoren en hulpkantoren ook deze kaart aan de man brengen. Nu heb ik er niks tegen dat mensen aan een sociale, aan een SZF-kaart komen. Maar u begrijpt wel, die kaart behoort een bepaalde dekking te hebben. Een bepaald pakket aan diensten in zich te dragen. En precies daar gaat het mis. Dat we al adol iedereen een kaart geven. Want je krijgt een hele shift van verzekerden. Mensen die bij bedrijven en overal verzekerd zaten, die komen netjes zich bij SZF aanmelden. Nu zullen ze maar bij sociale zaken moeten aanmelden om een kaart te krijgen. Waardoor het budget niet meer toereikend is om het pakket aan diensten te garanderen. Dus je begrijpt wel, die kaart verstrekken is misschien leuk. Maar als je met die kaart bijna geen gebruik kunt maken van de diensten. En u heeft gehoord, corona heeft geen medicijnen, maar er zijn zo andere plaatsen waar er geen medicijnen zijn, geen middelen zijn. En dit kan niet en dat kan niet, begrijpt u wel. Dus dan zit je met een kaart in je hand. En voor de rest, qua dienstverlening, kom je er bekijkt vanaf. Ja. Inbrekers hebben een 40-jarige man in zijn woning in Latour neergeschoten. Hij is in zijn borststreek geraakt. De man is zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie Public Relations. 6 inbrekers zijn het huis binnengedrongen nadat zij de voordeur hadden opengetrapt. De man en zijn vrouw werden in hun slaapkamer overrompeld.
Een zwager van het slachtoffer, die in een andere kamer lag te slapen, is ook overrompeld door deze criminelen. De criminelen hebben een som geld, een gouden halsketting, ruw goud en zaktelefoons buitgemaakt. En dit was TBN Prime Alert van maandag 10 juni 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.